Hola amigos, welkom bij een nieuwe All These Games video. Vandaag gaan we weer Amnesia Heel Erg Story spelen. Het is een custom story. En, oeps, ik drukte op de verkeerde knop volgens mij. Laten we hopen dat het goed gaat. There we are. Oké, we zijn hier weer terug. Maar toen ik de vorige ding aan het editen was, had ik iets ontdekt. Kunnen we hier nog in? Lovely. Had ik iets ontdekt. In de speelkamer lag nog een briefje. Hallo, mooi beeldscherm alweer. Kijk. Hey. There, Dobby. Oh, it's a new girl that came to the doctor's office today and all she does my steel toys. She's such a big bully. Think her name was Jelly, something like that. All I want to do is hit her. She beats me everything. I know the kitchen is the room next to all. If I had a chain, I would cut her up so badly. Other than, then I gotta understand that today was a pretty good day. Today though, I have made quite a few new friends, like Kevin. I think he's kinda cute, with his bad boy's ways. He hates his parents so much, though I don't blame him. So his daddy, so mean. What kind of daddy makes a scene in the waiting room? Because he just wanted some ice cream. Well, oh well. Anyway, thank you for listening, John. We can't wait to tell you about our tomorrow. Love, Christine. Thank you, Christine. Lacht het er al? Volgens mij niet. Maar Christine, mooi verhaal. Erg charmant. Maar nu gaan we toch naar boventje. En misschien merk je het ook, deze aflevering wordt wat korter, omdat ik moet inplannen omdat ik op vakantie ga. Dus kunnen we hier niet in? I don't like that. I want to go to the operation room. I want to go so badly, but we can't. Oh, ik dacht even dat ik wat zag lopen, maar het is niet zo. Ik en Bo praten veel te veel Engels. Het is niet meer normaal. Het is echt gewoon erg. Dit weekend hebben we afgesproken. En elke keer als we praten, spraken we Engels. You use the first floor key. Oh, hier kunnen we opslaan. I know that. Game saved. Thank you very much. We kunnen hierin nu. Oh, madame. Dit zag ik niet aankomen. Muziek. Oh, mooi. Oké. Hello, noise. Nice room. There's someone in the closet. Oké. Sorry, ik hou op. Er is iemand in de. Hoe dan? Hallo? How you doing? Hou op. Oh. Lekker man. Lekker. Bent u gestorven? Lekker. Wat is dit? Een switch? Nee, dat is een hangertje. Wat is dit voor mooie. Hoppakee, gewoon open mee. Ik ben nergens bang voor. Ik ben helemaal nergens bang voor vandaag. Eigenlijk wel, maar. The door seems to be locked. There is, however, a key in the door. Nou, dus dan kunnen we wel een sleutel vinden. Dat is wel aardig. We kunnen hierin. Ik deed de deur dit keer weer heel hard open. En er is hier blijkbaar een babytje. Oh! Hij schelt. Ik zie hem. Ik zie het vuile beest. Ik zag hem. Zie je? Hij bukt voor me. Vuil. Vermoord beest. Nee. Hey. 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 Kom op. Kom dan. Ik gooi dit gewoon door het raam heen. Blijkbaar kan dat. Ben je nu blij? Hè? Hè? Oké. Enough of that. Going in this room. Oh, Jans. Mijn hand. Wat? Hier stond wat. Found some sanity potion. Wat gebeurt er? Got a lot of lag in here. Nog eventjes en Bo en ik beginnen een Engels kanaal. Als we zo doorgaan. Nee hoor, grapje. Ik mag gewoon ophouden met Engels. Ik doe het te veel. Deze gaat even met me mee. Want stel, die baby komt weer op me af. Kan ik deze op zijn spoel gooien. Oh, weer dat lampie. Deze deur gaat niet zo ver open.
Oké. Dit vind ik niks. Het is heel donker. Daar ligt wel wat. Volgens mij is het een sleutel. Pak er de sleutel. Oh, het is geen sleutel. Wat is het voor een kamertje dan, man? Er zie je helemaal niks. Meer. Oh! Had ik nou net even zin in een colaatje. Laten we even gaan halen, jongens. Kunnen we hier wel in? Je hebt ook zo'n kaart nodig. En deze zit weer dicht. Wat de hel moeten we maar doen, jongens? I don't get it. Ik hou al op met mijn Engels. Ik doe het weer. Ik moet er echt mee ophouden. Maar ik denk dat we iets bij deze kamer moeten doen. Oeh, ik hoorde iets bij de deur. Oh, er staat een bed voor. Kan je hierin? Er is een manier om hierin te komen. Ik weet het zeker. We gaan het gewoon doen. We gaan even die stoel pakken. En dan gaan we eventjes... die stoel ervoor zetten. En dan gaan we er gewoon in klimmen. How about that? Gaan we gewoon op de stoel staan. Kunnen we er toch in komen? Huh? Ja, ik ben binnen. En ik sta op je. Vuile dokter van me. Nou, halen we even het bed weg. Zodat we er wel tenminste langs kunnen. Zo. Nou, wat hebben we hier? Een paar oogballen. Daar. Oh, dat zijn potjes. Oogballen, hoe kom ik erop? Een briefje. Vertrouw ik dat? Ik kijk naar de dokter. According to the repairman, any entry to the basement is impossible to guests. There is, however, an alternate form of entry through one of the patient rooms. It is password activated. I believe that Dr. O'Hurley had set the password to the temperature he normally keeps the hospital at. Odd as it may be, it works. Not a single person would guess that a temperature is a password. Hey. Even serieus. Ik weet nog hoe warm het hier binnen is hoor. 24,4. Oh damn. Oh snap. Dat wist je niet hè? Dat ik dat nog wist. Oké. Dus ik moet een paswoord ergens invullen. Ik denk daar, maar... Vorige keer kon ik er ook niks invullen. Oh my damn. Daar staat een kip. Of een... Nee, een kip. Een opgezet dier. Ja, dat kunnen we niet invoeren, helaas. Pinda. Kaas. Oké. Ik denk dat we even beneden gaan. Kijken, want er is nu ook een vloer... Een vloer 1. Ook al... Dit is vloer 1 en dat is een vloer 1. Don't like that. The door to the basement seems to be jammed. Perhaps there's another alternate route down. Nou, kan niet naar beneden. Helaas, binnen guys. Dus ik moet toch... Oh, jongens, het is tijd. Ik heb even een timer gezet, want ik moet inplannen, jongens. Dus het moet eventjes korter zijn. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En als jij het ook niet leuk vond... Hoor ik het zeggen? Oké, doe dan ook een duimpje omhoog. En dit was het voor deze keer. Bye bye.